Brinkman! Oh. Hey, top dat je kijkt naar een nieuwe video en ik kan je vertellen, dit gaat een hele vette worden. Vier spelers uit Feyenoord 1 gaan namelijk deze nieuwste BMW iX uittesten aan de hand van drie challenges. En het mooiste is dat jij een hele vette prijs kan winnen, dus blijf vooral kijken. Heren, fijn dat jullie er zijn. Welkom. Jullie hebben de auto's al even achter jullie zien staan, maar ik ben heel benieuwd. Jens, hoe goed kan jij rijden? Ik kan wel redelijk rijden. Ja? Ja, ik moet wel zeggen dat ik een paar maanden geleden wel tegen een geparkeerde auto aan ben gereden. Dus, oeh. Ja, ik kan mezelf geen uitstekende coureur noemen. Maar, heb je bij een pakje boter gekregen dan je rijbewijs? Ja, dat was heel makkelijk. Ja? Ja. Oké. Maar verder redelijk schadevrij tot nu toe. Nou, laten we hopen dat het vandaag ook zo blijft. Ja. En hoe zit dat voor jou, Cyril? Vaak iets geraakt of niet? Ze zeggen altijd Belgen niet zo goed kunnen rijden. Dus ja, dat is misschien wel een beetje waar. Maar ik heb tot nu toe geen grote ongelukken gehad. Dus, niet dat in Nederland opnieuw je rijbewijs moeten halen of nee, zo? Nee. Dat is helemaal goed gekomen. Dat is helemaal goed. Zo. En Brian, rij je altijd te hard? Ik heb eigenlijk nog nooit ongelukken gehad. Kijk, Cyril geloof ik ook wel dat hij nooit ongeluk heeft gehad, want die rijdt echt als iemand van 85. Ja. Dat is wel waar. En ik rijd wel niet echt hard, maar ik rijd wel goed door. Ja. Ja, altijd wel even een beetje het gas bij. Ja, ik ben altijd op de linkerbaan te vinden. Oké, heel goed. Gernot, how are your driving skills? I think I'm a very good driver. Okay. Yeah. That will show it today. So. Yeah. And Brian is with you in the car, so he has to feel safe. Yeah. Yeah. Is ook wel fijn. Ik voel me. Hij heeft altijd een pleistertjes over die neus. Dus ik denk dat het vandaag wel goed komt. Ja. Dat is waarschijnlijk omdat hij altijd de vooruit raakt bij de remmen. Oké, we gaan met z'n allen die kant op en dan ga ik challenge 1 uitleggen. Oké, challenge nummer 1, dat is het remmen. Ze moeten zo hard mogelijk op de bal af. Ze moeten minimaal 50 km per uur halen. Ja, wat is er, maat? En als ze stoppen voor de bal... Challenge nummer 1 is het remmen. Ze moeten minimaal 50 km per uur halen en vlak voor de bal remmen. Dan gaan we de centimeters tellen hoe ver ze ervoor staan. De minste centimeters, dat team wint en krijgt 5 punten. Ze mogen allebei een keertje, dus in totaal wordt er 4 keer geremd. En het is niet remmen, doorrollen en weer remmen. Nee, het is in één keer en dan stoppen. Team Gray, you can start. Ready? Yeah, of course. Ja? Ja. Oké. Team Grijs, ready? Go! Brinkman! Oh! I'm sorry. Was it close? Yeah, really close. Okay. Hij rijdt 70 op dat ding af, kerel. Hij is knettergek. I'm a good driver. I'm gonna show it. Team Grijs, ready? Go! Oh, zo. Nou, laten we eens even gaan checken. 1,20 meter. Oh, die is goed. Team Zwart, klaar? Go! Oh. Ja, je bent er al. Team Zwart, klaar? Go! Lekker, Cyril. Je gaat goed zijn, hoor. 75 centimeter. Oh, that was really good. This one looks one good, was man. Really good. Team Grijs, klaar? Go!
iets overheen en toen deinsde hij terug. Hij raakte de pionnen, het telt niet. Grijs, klaar? Go! Ja. Netjes, netjes. 35. Oh! Zo dan. Yes! Go! Nee. Maar dit kan niet dit. Dit is één rem, ik heb het daar gevraagd. Jij remt eerst ik daar en dan gooi je door. Nee, ik had hem op mijn voet. Maar dat is prima, jongen. Oh, dit is echt... Yes, de tussenstand van de eerste challenge. Het was 1,55 meter tegen 1,19 meter. Wat betekent dat dit team 5 punten krijgt. Gaan we gelijk door naar challenge nummer 2. En dat is de achterbak. Allebei de teams krijgen 6 ballen. Dus 3 kansen per persoon. De bal moet in de kofferbak blijven liggen. En als dat zo is, dan krijg je 1 punt per bal. Ready? Begin maar. Dat mogen jullie. Gaat hij mij nadoen? Wat een eng nek. Ai. Cyril? Juist! Kom aan, Gunnar. Ja. Oh. Dit was echt... Oh my god. I tried to bounce it before. I want a new teammate. Can we substitute? Oh. Ja. Ja. 1-0 voor Team Zwart. Hij wordt gek zo. Dit is zo mooi. Kom op, jongen. Ja. 2-0 voor Team Zwart. Come on. Wat een domme spel hebben jullie uitgekozen, zeg. General, come on. Oeh. Ah, jeetje. Brian, laatste. Oh, dat is de tactiek. Netjes. 2-1. Hey, Gunnar, come on, man. One time. Gemaakt. Ready, last one. Oeh, ja. Dat betekent dat de tussenstand 7-1 is. Oké, de tussenstand is dus 7 punten voor dit team en 1 punt voor dit team. Maar bij challenge nummer 3 kan je nog alles recht trekken. We gaan namelijk de slalom doen. Ze moeten zo snel mogelijk om de slalom heen en dan vol gas door de vlaggen. Ze hebben 90 seconden de tijd om dat te doen. De tijd die ze rijden, die haal je van de 90 seconden af. Maar als er een pion wordt geraakt, dan krijg je er nog 5 seconden straftijd bij. Zijn jullie er klaar voor? Ja. Oké, dan ga ik klaarstaan. Ready? Go! Oh! Oh ja. Ja, dat is best moeilijk. Dat is veel moeilijker dan je denkt. Dus je moet best wel goed terugdraaien om die bocht te kunnen maken. Ja, volgas! Oh, netjes! Oh. Het is moeilijk. Ja. Ready? Go! Zo dan. This is what I like. Come on, let's go. Oh, dat is een goed begin. Ja, yeah. I want to hear the sound. Ja, nog één. Oh, good, and now what? En nu gas! Go for it, go for it. Woo! This is what I mean, guys. Ready? Go! Oh, Jesus. Ja. Jens gooit het gas erop. Lekker bezig. Ruimte. Nog 2. Ja. Nog 1 draai. Ja, gas! Go!
als ze willen winnen, moeten ze 18,45 halen. Eigenlijk net daaronder, want dan hebben ze precies verslagen. Dat is heel lastig, want de laagste was 19 seconden. Dus ik wens ze veel succes. Ik ga klaarstaan. Ready voor de laatste ronde? Go! Ze hebben al een pion geraakt. Dat betekent 5 seconden strafpunten. Hij lost het already, man. Go, go, go. Oeh, nee, en een pion gemist. Oh. Hij lost everything, man. Je lost het in de... Shit. Oh my gosh. Team Grijs, jullie hadden 126 punten. Maar Team Zwart had 141 punten. Gefeliciteerd! Wat een goos. Maar jullie thuis kunnen ook wat winnen. Namelijk een heel weekend rijden in de BMW iX. Dat is natuurlijk onwijs tof. Ga naar de link hieronder, vul het formulier in en dan maak jij daar kans op. Vond je het een leuke video? Doe natuurlijk even je duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren op ons kanaal en dan zien we de volgende keer weer. Doei doei!